Tijdens de archeologiedagen konden belangstellenden komen kijken bij kasteel De Nederhorst. Op deze plek hebben sinds de 13e eeuw verschillende versies van gebouwen gestaan en veel bergers herinneren zich nog een grote brand in de jaren 70 van de vorige eeuw. Een paar jaar geleden is het gebouw aangekocht door Stadsherstel Amsterdam, een club die al tientallen jaren monumenten redt, zoals ze dat zelf formuleren. Ze geven monumenten bij voorkeur een woonfunctie en in dit pand komen appartementen. Tijdens de werkzaamheden werden oude fundamenten ontdekt van één of meer eerdere versies van het kasteel. Ze hebben samenwerking gezocht met AWR Narinkland, archeologische vereniging in het Gooi. En we hebben als Narinkland dus de mogelijkheid om hier mee te doen aan het archeologisch onderzoek. Onze vrijwilligers hebben onder meer geholpen bij ontgravingen in de kelder, waarbij al het een en ander gevonden is aan voorwerpen. Die liggen verderop op de tafel. En een aantal van onze vrijwilligers zijn hier dus ook bezig met het zeven van grote hoeveelheden zand die uit de kelder zijn vrijgekomen. Dit is een soort stuifheuvel, stuifzandwal. Het hoogste gedeelte is de kerk, de Willibrordkerk. Nou, we hebben in 2007 een groot zandzeefproject gedaan in de kerk en ook heel veel gevonden. Dus nu was het wel een buitenkansje om nu het laagste gedeelte van die stuifwal te gaan onderzoeken in dat souterrain. Dat zijn we laag voor laag, ook onder leiding van de professionele archeologen, zijn we laag voor laag gaan weghalen. Sommige stukken van deze ruimte, daar vonden we meteen wat. Steengoed, scherven, bordjes, veel hoenderbordjes met name. Ja, van kippen en hoenders. We dachten van nou, dit zal als een oude stookplaats zouden we kunnen vinden. En die vonden we ook inderdaad. Want wij hebben gegraven zeg maar tot een schone laag. Een schone zandlaag. En dat hadden we even een beetje verwijderd. Toen zagen we daaronder een brandlaag. En uit historische bronnen is bekend dat er in 1571, 1572 dat er gebrandschat is. Dat het kasteel in brand gezet is. Ja.